Goedenavond, dames en heren en jury. Wilt u ook onder de voet gelopen worden door 761.000 Amsterdammers? Ja. Talking Tiles, stoepreclame regelt het voor u. Dit is Mandy, Jeffrey, Tessa en ik ben Saskia. En wij zijn van Talking Tiles, stoepreclame. Mensen krijgen heel veel reclameuitingen te zien. Ze krijgen folders in hun handen en er worden flyers uitgedeeld. Hierin bieden wij een nieuwe en onderscheidende vorm van reclame aan. Dit is stoepreclame. Deze reclame ligt gewoon op de stoep, waar de mensen dagelijks overheen lopen. Hoe doen wij dit? Wij hebben een schabloon en wij hebben een afdruk. Hiermee gaan wij over het schabloon heen met de hoge drukspuit. En hierbij komt er een schone afdruk op de grond te staan. Hierbij komen geen chemicaliën of verf aan te pas. Nee, dit gebeurt gewoon met water. Onze afdruk blijft 2 tot 8 weken op de grond liggen. En dit alles is wat ons milieubewust maakt. We zijn niet de enige speler op de markt, maar het is een nieuwe dienst en mede daarom zijn wij ervan overtuigd dat de markt groot genoeg is. Ons geld verdienen we voornamelijk op de afdrukken die de klant neemt. Hoe meer afdrukken de klant neemt, hoe hoger onze marge. Verder zit er nog een marge op het schabloon, wat we produceren voor de klant en wat we ook bewaren. Zodat als de klant nog een keer gebruik wil maken van onze diensten, het schabloon niet nog een keer gemaakt hoeft te worden. Zoals Martin al een beetje zei, hebben wij in de afgelopen weken een hoop free publicity weten te genereren. We hebben in een hoop kranten gestaan, op de Telegraaf.nl met een artikel. Mede hierdoor worden wij inmiddels al zelf benaderd door bedrijven die gebruik willen maken van onze dienst. Onze ambitie is om Talking Tiles tot een succes te maken. Hiervoor hebben wij €10.000 nodig voor de uitbreiding van onze materialen. Hiertegenover bieden wij 20% van de aandelen in Talking Tiles. Wij danken u voor uw aandacht en vergeet niet te kijken op www.talkingtiles.nl.